Het eerste exemplaar is voor wethouder Patricia Hoytink van de gemeente Berkelland. Het boek heet Piepers uit Blik of Saté Rat. Vernoemd naar wat de soldaten in voormalig Indië aten. Het gaat over de periode waarin Nederland militaire acties uitvoerde in Indonesië. Op 21 juli 1947 landden de mariniers op Pasir Putih. Door deze politionele acties wilde Nederland voorkomen dat de voormalige kolonie zelfstandig werd. En dat verhaal moet verteld worden, vindt James Revius. Je zat er een x-aantal jaren, of een jaar, of anderhalf jaar, soms langer. En kwam je terug, je kreeg een sinaasappel, je kreeg een schop na en dan kon je gaan. Daarom moet eigenlijk het verhaal verteld worden. En ik kom zelf uit dat land, dus ik heb als 12-jarige heb ik die ellende ook meegemaakt. Dingen gezien die niet jovel waren. In het boek staan verhalen van veteranen uit de Achterhoek die in voormalig Indië hebben gediend. Een van die Indiëgangers is Han Onstein. Hij is blij met het boek van Revius. Ja, ik vind het wel interessant dat het boek dan toch komt. Dat is weer een genoegdoening eigenlijk voor alles wat er geweest is. Toen je van de boot afstapte, kreeg je de sinaasappel en dan was het klaar. Hè? Als nou dit boek komt en wij krijgen dat dan voor een redelijke prijs, dan zeg ik nou, dat is toch een geen goedmaker. Ja. Het ingrijpen van het Nederlandse leger in Indonesië is voor veel mensen een zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. In zijn boek gaat de schrijver niet in op alle gruwelijke details. Ik heb er een klein stukje over geschreven. Maar voor de rest, om daar dan het hele boek een bloederig verhaal te maken, want dan krijg ik zelf problemen weer. En ik ben nu weer tot rust gekomen eigenlijk na al die jaren. En ik hoef dat nu niet zo nodig meer te horen en te zien. Eerst wilde Revius in zijn boek ook over andere veteranen schrijven die bijvoorbeeld in voormalig Joegoslavië of Afghanistan hebben gediend. Maar dat plan heeft hij uiteindelijk laten varen. De opgave van de jongere veteranen, zoals ik dat noem, die was minimaal. Ik had hooguit 4 mensen, waarvan 1 Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, 1 van Libanon, eentje van Afghanistan en eentje van Oeganda. Nou, dat was het. Terwijl er toch veel meer veteranen zijn in die periode. En dat vind ik zonde. Om daar een heel verhaal over te schrijven, dan krijg je een boek die 2 maal zo dik is als dit. Bovendien voelen de Indiëgangers zich anders. Want ze waren veel langer weg van huis en de meesten zaten er niet vrijwillig. Nee, je werd niet gevraagd. Nee, het was verplicht. Ja, die weigerde, die ging de cel in. Ja, ja. Vandaar dat ze anders zijn, ja. Ja.